Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe voorjaarsproducten van Essence laten zien. De producten liggen alweer eventjes in de winkel en ik heb een aantal producten gekocht die ik er gewoon heel erg interessant uit vond zien, die ik zelf graag wil uitproberen. Dus in deze video ga ik je laten zien wat je zoal nieuw in het assortiment van Essence kunt vinden. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze nieuwe producten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence heeft net als Catrice twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is in februari met de voorjaarsproducten. De tweede update is in augustus met de najaarsproducten. Ik laat dus de voorjaarsproducten zien. Zoals ik al zei, ze liggen al even in de winkel. Ik laat in deze video alleen geen swatches zien. Ik laat alleen de producten zien omdat ik hier sowieso nog wat mee wil gaan doen voor mijn blog. Maar mocht je eventueel ergens een video van willen zien, mag je dat altijd even aangeven in de comments. De prijzen van de producten zal ik er ook even bij zetten, zodat je precies weet wat welk product kost. Dus laten we dan maar eens eventjes gaan kijken naar de nieuwe producten. Het eerste product wat ik heb komt uit de Hello Good Stuff lijn. En dat is het Fresh Glow Peel-Off Masker. En hier zit blackberry extract in en hyaluronic acid. Deze komt in een pot. En dit is dus een masker die je kunt aanbrengen en die je dus af kunt trekken. Het fijne is aan deze lijn, vind ik, van de Hello Good Stuff lijn, is dat er geen microplastic deeltjes, geen minerale oliën, geen parabenen, siliconen en PEX in zitten. En mijn huid reageert gewoon heel erg goed op deze producten. Ja, het is gewoon een masker die je dus kunt aanbrengen, hard laat worden en daarna eraf kunt trekken. Ik ben benieuwd of mijn huid er heel zacht om wordt. Hij zit ook goed afgedekt. Oké, ik trek nu eventjes het dingetje eraf en zo ziet het masker eruit. Maar ik kan hem dus niet scheef houden, want anders dan zit echt alles eronder. Dus dat is dit masker waar ik zelf wel heel erg benieuwd naar ben geworden. Dus dat is die. Alles zit best wel goed verpakt. Dan heb ik ook uit de Hello Good Stuff lijn een 48-hour Hydro Fixing Spray. En het is een, eigenlijk gewoon een setting spray. En je kunt je gezicht ermee verfrissen. En hier zit kokosnootwater in. Dat is dus deze. Ik vind het zelf altijd heel erg fijn, fixing sprays. Vooral omdat je je make-up vaak beter laat zitten. Je kunt er ook vaak even mee verfrissen. Hier zit overigens, als ik hem zo vast heb, niet heel veel in. Staat het er ook op hoeveel erin zit? Normaal wel. 50 milliliter. Oh, zo ziet het er niet uit. Het ziet er eerder uit als 30 milliliter. Deze is voor 97% gemaakt van naturel ingrediënten. En heeft gewoon een heel klein spray-flaconnetje, waardoor je dus lekker je gezicht kunt verfrissen en je make-up kunt zetten. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Vooral die kokosnoot, dat kokosnootwater, dat maakt mij wel heel erg benieuwd. Dus dat is die. Dan heb ik een blush stick en dit is de Baby Cat Blush. Ik heb deze in de kleur Teen Tickle Me Pink. Je had deze in verschillende kleuren. Het is eigenlijk gewoon een blush stick die je dus kunt aanbrengen. Het zou een hele zachte blush zijn. Kijk, dit is de stick. Je kunt hem dus zo omhoog draaien om aan te brengen. Vaak zijn dit soort sticks ook heel makkelijk in te blenden. De laatste tijd heb ik ook best wel veel blushjes gebruikt die of in stickvorm waren of bijvoorbeeld vloeibaar. En ik zag toch dat het wel heel mooi inblendt. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze blush stick. Leuk ook dat hij er in meerdere kleuren was. Maar deze kleur sprak mij zelf het meeste aan. Dan heb ik ook een Baby Cat Bronze Stick. En dit is dus eigenlijk hetzelfde idee als bij die blush stick. Maar dit is dus een bronzer. Dat is deze. Deze heeft de naam Teen Cinnamon Spice gekregen. Ik weet niet of deze er in meerdere kleuren was. Naar mijn idee niet. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Eigenlijk hetzelfde idee als met die blush. Maar dan een brons variant. Ik vond het wel heel erg leuk. Het zijn wel kleine sticks trouwens. Hij ruikt wel lekker fris. Maar ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar hoe dit precies in zijn werk gaat. Of dat het überhaupt werkt. Of hoe het in zijn werk gaat, dat weet ik wel. Maar of het werkt natuurlijk. Dus dat is deze.
twee leuke nieuwe sticks voor het gezicht. Dan heb ik ook een nieuwe mascara. En dit is de Lash Like Boss Instant Lift & Curl Mascara. Deze is groen van kleur. Superleuk tintje zo als je hem ziet. Dit is dus een mascara die lift en krul belooft. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind het altijd een beetje lastig. Dan kiezen ze voor zo'n hele leuke glimmende verpakking met een witte tekst. En dat is bijna niet leesbaar. Ik ga even naar het borsteltje kijken. Het borsteltje is niet direct mijn favoriet. Want ik hou persoonlijk meer van borsteltjes met haartjes. Maar ja, misschien werkt het wel. Ja, het ruikt gewoon echt puur naar mascara. Dus verder ook niet heel veel over te zeggen. Ik heb de andere varianten ook geprobeerd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze variant. Dus dat is deze nieuwe mascara. Dan heb ik een nieuw product voor de wenkbrauwen. Dit is de Tick & Wow Fixing Brow Mascara. En hier zitten volumizing fibers in. En dat is deze. Deze komt in verschillende kleuren. Dus eigenlijk voor elke wenkbrauw zou er wel een passende kleur te vinden zijn. Ik heb hem in de kleur 02 Ash Brown. Het is eigenlijk gewoon een wenkbrauw fixing gel waarmee je dus eigenlijk je wenkbrauwen in model kunt brengen, maar dan in een mascara vorm, waardoor ze dus beter blijven zitten en dus kleur krijgen. Deze heeft gewoon een vrij klein borsteltje waarmee je dus het product kunt aanbrengen. En daarna zou je ze kunnen doorkammen met een spoelie en dan zouden je wenkbrauwen mooi laten zitten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe lang dit zou kunnen zijn. Staat dat ook achterop vermeld? Ik had zo'n nadeel, die tekst is altijd zo klein, jongens. Er staat eigenlijk niet bij hoe lang het zou moeten blijven zitten, maar wel dat het extra volume zou geven. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze wenkbrauwmascara. Dan heb ik nog een product uit de Hello Good Stuff lijn. En het is de 48 Hour Intense Hydro Gel. En hier zit aloe water in en hyaluron. Ook dit product is gemaakt voor 95% uit natuurlijke ingrediënten. En dit is dus een gel die je kunt gebruiken onder je make-up. Maar ook gewoon als je geen make-up gebruikt, zijn dit hele fijne producten. Je kunt het gewoon lekker op je gezicht aanbrengen en laten intrekken. Het werkt heel makkelijk met een pompje. Dus je kunt het product goed verdelen. Je ziet ook echt in het flesje heel goed dat het om een gel gaat. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ook deze is natuurlijk gewoon vrij van microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen, siliconen en PEX. Dus ook gewoon heel geschikt als je een hele gevoelige huid hebt. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze gel. Ik vind ook de verpakking er heel leuk uitzien. Dus erg benieuwd wat dit product voor mijn gezicht zal gaan doen. Dan heb ik twee nieuwe highlighters. En dit zijn de Kimmy Glow Luminous Highlighters. En ik heb allereerst deze kleur. Dit is de 20 Lovely Rose. En wat ik heel leuk vind is dat hij ook een beetje een roze doosje heeft. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar die heeft dus een beetje een roze doosje. En dit is dan de highlighter. Er zit een hele leuke, heel leuk patroon in, moet ik zeggen. Dus die ziet er heel mooi uit. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat deze highlighter voor het gezicht een mooie gloed gaat geven en zo. Dus dat is allereerst deze variant. Maar dan heb ik nog een variant. Oh, dat zegt trouwens niks, want deze heeft ook een roze doosje. Maar het ziet er wel heel tof uit. Dit is de Teen Glowy Champagne. Dus dat is deze. En die is dan net wat lichter. Maar ook wel heel mooi. Voor de rest is hij hetzelfde. Ook gewoon qua binnenkant. Maar een hele mooie highlighter. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Wat deze voor mijn gezicht gaan doen. Dus echt twee prachtige highlighters. Die ik gewoon heel erg mooi vond. En ik kon ook niet kiezen qua kleur. Vandaar dat ik ze allebei maar heb gekocht. Dan heb ik hier twee nieuwe liquid lipsticks. En dit zijn de 8 Hour Matte Liquid Lipsticks. En die zien er dan zo uit. Zo, ik ben dol op matte lipsticks. Ik heb deze in de kleur 05 Pink Blush. Je had echt heel veel verschillende kleuren. Dus ik moest echt kiezen van wat vind ik nou mooi. Deze belooft dus tot 8 uur te blijven zitten.
ga eventjes het borsteltje laten zien van deze. Ja, ruiken gewoon eigenlijk heel lekker, heel aangenaam. Eigenlijk een heel fijn applicatortje waarmee je hem ook prima zou kunnen aanbrengen. Ik heb het idee dat de kleur op de camera wat donkerder overkomt dan dat hij eigenlijk is. Nee, zo geeft hij de kleur wel goed weer. Maar ik heb hem dus ook in de kleur 07 Classic Red. Want als jullie mij langer volgen, weten jullie dat ik van rood hou. Dus dat is deze. Dus twee hele mooie liquid lipsticks. Althans, ze lijken me heel mooi. Ik weet natuurlijk niet hoe ze echt zullen zijn. Maar ik ben er zelf wel heel erg benieuwd naar. Dus ja, die vind ik echt ook heel erg mooi om te zien. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. En dit is de Multitask Concealer met Erase, Cover and Care. En dat is deze. Dit is weer zo'n concealer met zo'n... kwastje. En ik weet dat Essence hier vroeger heel veel van had. De laatste tijd is het weer wat minder geworden, omdat je ook heel veel producten ziet met een gewoon kwastje. Maar toch werken dit soort producten met zo'n kwastje vaak wel heel goed. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Je moet dan aan de onderkant draaien om het product te activeren, zeg maar. Ik heb hem in de kleur 05 Cool Porcelain, maar je had meerdere kleuren hiervan. En ik ben wel heel erg benieuwd, want ja, Erase, Cover and Care, dat zegt wel heel veel. Ik heb het idee dat er dan ook een verzorgingscomplex in zit. Ik kan dat gewoon echt niet zo heel goed lezen, want de lettertjes zijn gewoon echt heel erg klein. Maar... goed, ik was in ieder geval heel erg benieuwd naar deze nieuwe concealer. Dan heb ik nog een product voor de lippen. En dit is de Electric Glow Color Changing Lip and Cheek Oil. Deze kun je dus ook op je wangen gebruiken. En dit is dus zo'n product wat weer reageert op de pH-waarde van je lippen en wangen. Color changing staat er ook op de dop. Ik vind trouwens gewoon die groene kleur, dat is wel heel erg leuk. Je kunt daar heel lang en kort over zijn. Maar het is eigenlijk gewoon zo'n product dat werkt naar de pH-waarde van je lippen en wangen. Kijk. Oeh. Dit is het kwastje. Hij ruikt heel zoet. Ken je die zure matten van vroeger? Daar ruikt hij naar. Die waren trouwens wel heel lekker, maar daar ruikt hij dus na. Hoe hoger de pH-waarde in je lippen en in je huid, hoe intenser de kleur wordt. Ik weet dat mijn huid op zich best wel een hoge pH-waarde heeft en mijn lippen. Dus ik weet eigenlijk dat dit soort producten vaak best wel goed reageren op mijn huid. Maar en mijn lippen, ik ben er heel erg benieuwd naar. Die geur vind ik toch wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Dan heb ik twee Tinted Kiss Hydrating Lip Tints. En het zijn dus kleurtjes voor de lippen die dus ook hydrateren. Ik heb allereerst hier de kleur 3 Coral Colada. En dat is deze. Een heel leuk kleurtje. Ook hier had je heel veel verschillende keuzes in. Dus soms was het best wel moeilijk. Het is eigenlijk een hydraterende lip tint met een creamy textuur. Maar wel een naturel finish. En dat is eigenlijk wat ze er zelf over zeggen. Ik ga ervan uit dat er dan ook hydraterende ingrediënten in zitten. Maar hier staat geen ingrediëntenlijst op. Die kun je dan vaak wel terugvinden op de site van Essence. Maar die staan niet altijd meer op de producten. Ja, ruikt inderdaad ook echt wel weer hoe een creamy product ruikt. Een vrij klein applicatortje, maar ziet er prima uit. Ik ga er dus vanuit dat hij dan ook mat zal opdrogen. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar als ik zo naar de textuur kijk, ziet het er wel zo uit. Maar omdat hij hydraterend is, vraag ik me ook wel weer af. Omdat matte producten drogen eerder de lippen uit, omdat het echt hydrateert. Maar dat is in eerste instantie deze kleur. Ik heb hem dan ook nog in een ander kleurtje. En dat is de kleur 02 Marvelous. Dat is deze. Zoals ik zei, ik vond het echt heel lastig. Want je had zoveel mooie kleuren. Maar ja, dan moet je even een keuze maken. En ik heb gekozen voor deze twee kleuren. Die ik er dan wel weer heel erg mooi uit vond zien. Dan heb ik nog een product voor de lippen. Ik heb veel voor de lippen. En dat is de Space Glow Color Changing Lipstick. Nou, die ziet er zo uit. Een hele mooie paarse huls. Heel leuk om te zien. En als je hem dan openmaakt, is dit het product.
Eigenlijk een soort marble look wat je erin ziet. Ook dit product zal dus reageren op de pH-waarde van je lippen. Dus hoe hoger die pH-waarde zal zijn. Ik weet niet wat dat is bij mij. Ik moet altijd even ruiken aan producten. Hoe hoger de kleur dus zal zijn. Ik weet niet in wat voor kleur deze zal gaan. Ik denk... Oh ja, roze. Hij wordt roze, staat achterop. Dus dat is op zich wel leuk om te weten. Want je zou in eerste instantie denken dat hij dus paars wordt. Maar hij wordt dus roze. Dus ja, ik ben altijd wel benieuwd hoe dat inderdaad dan reageert. Net wat ik al zei, de pH-waarde in mijn lippen is best hoog. Dus meestal reageert dit soort producten erg goed. Dan heb ik een blush en highlighter palet. En dit is het Peachy Blossom palet. En die ziet er zo uit. Vond ik ook echt een plaatje om te zien. Het is dus, je krijgt ook een spiegeltje erin. En dan heb je hier dus de producten. Je krijgt 2 highlighters en 3 blushjes. Wat er heel erg mooi uitziet, moet ik zeggen. Dus je hebt best wel veel keuze. Er zit vast een blush bij die je misschien heel mooi vindt. Er zullen misschien ook kleuren in zitten waarvan je denkt, nou dat vind ik helemaal niks. Ik vind het zelf wel heel erg leuk uitzien, heel fancy. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ook gewoon een leuk doosje zo om te zien. Dus ja, was ik ook heel enthousiast over. En dan heb ik het laatste product. En dat is het Welcome to Marrakesh Eyeshadow Palette. En dat is deze. En het leuke is, ook hier zit weer een QR-code op. En daar krijg je dan een Instagram filter mee, waardoor je dus een hele leuke foto kunt maken. Het is een oogschaduw palette met 12 buttery, matte en metallic oogschaduws. Er staat ook echt bij, scan de QR-code en ontsnap naar Marrakesh. Dus dat is eigenlijk de boodschap. Ik vind gewoon die palettes heel erg mooi vormgegeven ook. Gewoon heel prachtig. Wat dan ook heel leuk is, kijk de binnenkant, dat loopt ook door rondom de spiegel. Zie je dat? Dan loopt het heel erg mooi door. Dan zijn dit de kleurtjes. Het zijn meer wat paars tinten, wat donkerdere tinten. Ik vind het zelf heel leuk. Hier zit een bloemetje ingedrukt en hier een lamaatje. Hoe schattig is dat? Ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik vind het ook leuk dat ze weer zo'n eigen schaduwpaletten hebben uitgebracht. Want ik heb ook al andere oogschaduwpaletten varianten hiervan getest. Die vond ik heel fijn. Dus ik vind deze ook alweer echt heel erg leuk dat ze deze nieuw in het assortiment erbij hebben gedaan. Nou, dan waren dit de nieuwe producten die ik heb gekocht van Essence. Ik ben er zelf heel blij mee. Ik vind het weer hele mooie producten om te zien. Hoe ze natuurlijk in werking zijn, dat weet ik nog niet. Dan ga ik vast de komende tijd achterkomen, want ik heb wel heel veel zin om deze producten te gaan proberen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al producten hebt gekocht die je misschien wel heel fijn vond. Of misschien vond je ze wel helemaal niet fijn. Of misschien denk je naar aanleiding van deze video. Dit product zou ik zelf graag eens willen proberen. Of vind ik er mooi uitzien en ben ik ook benieuwd naar. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!